En we gaan beginnen aan de boordsteek. Als eerste gaan we even al de markeerders eruit halen. Eentje heb je er nog nodig, dus zorg dat je er eentje bewaart. De andere mogen er allemaal uit. Dat was alleen maar om bij te houden hoeveel steken je had. En die hebben nu geen functie meer, dus die kan je weghalen. Bewaar wel even twee markeerders. Ik heb straks twee markeerders nodig, maar daar heb ik wel een hangertje aan gemaakt. En twee verschillende hangertjes en daar kom ik straks op terug waar dat de bedoeling van is. Eén steekmarkeerder of een draadje kan je bewaren voor wat we nu gaan doen. Daar gaan we. We gaan de boordsteek maken en als eerste moeten we daarvoor twee lossen omhoog. We gaan reliëfstokjes maken en dan doe je altijd twee lossen omhoog. Die twee lossen ga ik weer even markeren en dat doe ik als volgt. Gewoon om die twee lossen heen maak ik dit steekmarkerertje even vast. Heb je nou een draadje? Dat kan natuurlijk ook. Ik ga hem er even bij pakken, een stukje draad. Ik heb altijd wel hier een draadje liggen, dus ik knip hem gewoon eventjes af. Wat je ook kan doen, als je geen steekmarkeerder hebt, is gewoon even een draadje eromheen. Dat heb ik jaren gedaan, totdat ik deze handige steekmarkeerders vond. Dus ik gebruik nu alleen nog maar deze handige steekmarkeerders. Heb je ook geen last, want wat ik wel had met draadjes, was dat het draadje dan voor je werk gaat liggen. En dat is met deze steekmarkeerder niet zo. Die blijft lekker aan dat gedeelte zitten wat je nodig vindt en zit niet in de weg. Daar gaan we. Omslag. We gaan meteen beginnen met een reliëfstokje voor. Dat doe ik expres, zodat deze steek mooi naar achter gaat liggen. Ik heb al een stukje voorgehaakt, want dat heb ik gedaan zodat ik straks verder kan haken aan, deze kool. Je ziet dat ik hem hier aan de voorkant ben begonnen met een reliëfstokje voor en hier een reliëfstokje voor, waardoor je keurig netjes een boordsteek krijgt die doorloopt. Dit is ook op een speciale manier vastgemaakt. En dat zie je aan de andere kant. Daar krijg je dit van. Maar daar heb ik weer een oplossing voor hoe je dat straks mooi kan wegwerken. Want als je straks je bord dubbel vouwt, zie je er helemaal niks van. Zie je alleen maar deze mooie steek die bijna niet opvalt dat je hem daar gesloten hebt, de toer. Dus daar is allemaal over nagedacht hoe we dat oplossen. Dus je ziet dat je nu bijna keurig netjes een reliëfstokje voor, reliëfstokje voor en dit samenhaken zie je bijna niet terug als dat het een andere steek is. We beginnen met een reliëfstokje voor om dus dit te krijgen dat het gewoon doorloopt en dat je niet ziet dat je de toer gesloten hebt. Dus daar gaan we. Echt beginnen met een reliëfstokje voor zodat je dat mooie gedeelte kan sluiten. Je ziet, dit zijn die twee lossen die je net samengehaakt hebt. Hiernaast zie je dat steekje meteen zitten en die moet je ook pakken, dit stokje. En dan ga je aan de voorkant omheen. Een reliëfstokje voor is als volgt. Ik ga het even rustig voordoen. Omslag, want je gaat een stokje maken, dus altijd beginnen met een omslag. En dan ga je voorlangs om het stokje heen. Een reliëfstokje voor is eigenlijk heel handig dat je dan ook voor insteekt en er omheen gaat. Dan ga je een draadje halen, die gaat om je stokje heen. Heb je er drie op je haaknaald? Omslag door twee, omslag door twee. Nu heb je gezorgd dat dat stokje naar voren komt, dus als een reliëfsteek naar voren komt. Dan gaan we om en om werken met een reliëfstokje voor, reliëfstokje achter. Reliëfstokje achter gaat als volgt. Omslag. Je trekt je werkje een beetje uit elkaar, dan zie je hier mooi dat stokje liggen. En omdat we een reliëfstokje achter gaan maken, ga je ook achter insteken om het stokje heen, dus je duwt het stokje naar achteren. Aan de achterkant zie je dan dat dat stokje om je haaknaald heen ligt. En dat is ook de bedoeling. Dan ga je het draadje halen, die haal je achter dat stokje vandaan. Zet hem op je haaknaald. Ik zorg altijd even dat er wat ruimte is, anders wordt het een heel strak stokje. Dus zorg dat je ruimte in je steek hebt. Omslag door 2, omslag door 2. Dus nu heb je een reliëfstokje voor, reliëfstokje achter. En dit ga je herhalen. Reliëfstokje voor is aan de voorkant insteken en voorom het stokje naar voren duwen. Omslag onder het stokje door. Heb je er drie op je haaknaald? Zet ze weer even rustig erop. En omslag door twee. Omslag door twee. Omslag. Volgende stokje zie je weer. Als je het beetje uit elkaar haalt, zie je hier dat stokje liggen. We moeten achter, dus je steekt achterin, duwt het stokje naar achteren, een reliëfstokje achter, het is eigenlijk heel logisch,
Haalt een draadje achter dat stokje vandaan, zet hem op je haaknaald, zorg dat er wat ruimte is en je maakt je stokje. Dit is gewoon een steek die je rustig moet doen, want anders krijg je hele strakke stokjes en dat wordt gewoon niet mooi. Omslag, we gaan weer een stokje voormaken, dus je steekt voorin, duwt het stokje naar voren, haalt een draadje onder dat stokje door, heb er 3 op je haaknaald, omslag door 2, omslag door 2. Omslag, trek het werkje uit elkaar, je ziet hier het volgende stokje, achter ga je insteken, duw hem naar achteren, je haalt een draadje achterlangs, zet hem op je haaknaald, zorg dat de steken rustig zijn, omslag door 2, omslag door 2. En dan zie je dat je de boordsteek gaat krijgen en die zie je hier dus heel mooi. Wat is het voordeel van deze boordsteek? Het is een beetje flexibel. Dus als hem straks een kindje hem aantrekt, dan heeft het gewoon ruimte. Je ziet dat het flexibel is om ook het hoofdje er doorheen te doen. Ook het bredere gedeelte van het hoofdje. En dat is het voordeel van deze mooie boordsteek. Dus een reliëfstokje voor en hier het reliëfstokje achter. Zie je de ribbel aan de achterkant. Die ga je dus herhalen de hele toer tot je aangekomen bent bij de laatste steek. En dan ga je hem weer sluiten en dat zal ik zo meteen laten zien. Dit is je laatste steek. Je ziet hier bij dat draadje die 2 lossen. Je hebt hem ook gemarkeerd en die gaan we straks weer vastmaken. Maar dat komt zo meteen. Nog even rustig uitleggen wat we verder gaan doen. Alleen maar reliëfstokje voor, reliëfstokje achter. Kan je het al? Zie ik je zometeen graag terug aan het eind van de toer. Anders kan je nog even kijken. Relief stokje voor is voor insteken en je duwt het stokje naar voren. Haalt een draadje onder dat stokje door. 3 op je haaknaald. Omslag door 2. Omslag door 2. Omslag. Je had hem nu voor. Dat kan je ook zien, want het is een relief stokje aan de voorkant geworden. Gaan we nu weer achter. Dus achterlangs. Om het stokje. Je duwt hem naar achteren. Aan de achterkant ga je het draadje halen achter het stokje langs. Je zet hem op je haaknaald. Omslag door 2. Omslag door 2. Relief stokje achter. En dit ga je herhalen. Relief stokje voor. Je duwt het stokje naar voren. Relief stokje achter. Je duwt hem naar achteren. Relief stokje voor. Je duwt hem naar voren. Relief stokje achter. Je duwt hem naar achteren. Relief stokje voor. Relief stokje achter. Relief stokje voor. Relief stokje achter. Relief stokje voor, relief stokje achter, relief stokje voor, relief stokje achter, relief stokje voor, relief stokje achter. Ik zie je zometeen terug aan het einde van de toer als je dit herhaald hebt. De hele tijd relief stokje voor, relief stokje achter. Dus ik zie je graag zo. Tot zo! Ik ben bij het einde en je ziet dat je hier nog een stokje over hebt en dat is het stokje voorlangs. Het relief stokje voor en zo hoor je ook te eindigen. En dan zie je hier dat je je markering hebt, dus of het draadje of de steekmarkeerder. En nu is het belangrijk dat je dus op deze manier gaat insteken. Om hetzelfde te krijgen dat je dus die mooie relief steek naar achter krijgt, heb ik op deze manier ingestoken. Let op. Normaal gesproken zou je zo je stokje vastmaken met een halve vaste. Maar wat mooier is, en dat is geen moeten, dat mag, dat hoeft niet. Je kan ook op deze manier vastmaken als je dat zelf prettiger vindt. Maar wat ik gedaan heb is aan deze kant en dan het draadje op deze manier er doorheen halen. Dan wordt die wat mooier aan de voorkant, waardoor die lijkt op de steek die je hier aan de voorkant ook had. Zo heb ik het gedaan. Dus je mag zelf weten of je doet hem van voor naar achteren er doorheen en met een halve vaste vast. Dat kan.
Maar wat ik mooier vond om hem bijna gelijk te laten krijgen als de andere toeren, is aan deze kant insteken en het draadje halen, dus van achter naar voor en er doorheen. Dan maak je twee lossen omhoog. Deze markeerde kan weer weg. En dan maak je de markeerder die je hebt. Dat kan dus of dat draadje zijn wat ik net wegdeed, of een steekmarkeerder. Maak je om die twee lossen heen, zodat je weer een markeerpunt hebt waar je zometeen weer je toer gaat vastmaken. En nu gaan we verder aan de tweede toer van de boordsteek. Dit heet de boordsteek, deze reliëfstokjes voor en achter. En je gaat nu het herhalen, dus omslag. We waren hier net begonnen met een reliëfstokje voor en dat doe je nu weer. En het is heel makkelijk om te zien, je hebt hier je reliëfstokje voor al gemaakt en die ga je gewoon als het ware een soort verlengen. Even mijn steekmarkeerder naar de andere kant. Wat je doet is weer goed kijken. Je ziet hier het stokje, dan kan je hier, zie je twee ruimtes, die kleine van de steek, maar je moet om het stokje heen. Dat stokje moet je weer naar voren duwen. Dat is heel belangrijk. Dus omslag, je pakt die grotere ruimte niet in de steek hierboven, maar hier in het midden, waardoor je die stokje nog verder naar voren kan duwen. Omslag om dat stokje heen, heb je er drie op je haaknaald en je maakt een reliëfstokje voor. Bij het reliëfstokje achter doe je precies hetzelfde. Omslag, je ziet hier die, je kan deze steek, sommigen gebruiken deze steek, maar dat is niet mooi. Het is mooier als je hier onderin steekt en dat stokje, dit stokje, nou, dan het draadje halen, zet hem op je haaknaald, zorg dat je een rustige steek hebt en je maakt een reliëfstokje achter. Omslag, die grotere gaten ga je gebruiken, dus insteken en je stokje naar voren duwen. Draadje halen en je maakt een reliëfstokje voor. Omslag en je gebruikt weer deze twee ruimtes, maar van achteren, want je moet hem naar achteren duwen. Draadje halen, zet hem op je haaknaald, maak de steek wat rustiger en maak je stokje. Dit ga je herhalen, dus een reliëfstokje voor, reliëfstokje achter, reliëfstokje voor, reliëfstokje achter. Steeds herhalen, reliëfstokje voor, naar voren duwen en een reliëfstokje achter. En zorg dat je hier in die grote ruimte, zorg dat je dat stokje wat hier zit naar achteren duwt. En je maakt een draadje, haalt een draadje en maak je stokje. Voorom. Achterom. Dus achterlangs, stokje wegduwen. Dat ziet er zo uit. Ik ga even kijken of ik het aan de andere kant laat zien. Van voor naar achteren. Dan ga je het stokje naar achteren duwen. Draadje halen. Onder dat stokje door. Zet ze alle drie op je haaknaald. En je maakt een stokje. Omslag van voor om het stokje heen, waardoor je het stokje naar voren duwt. Draadje halen, onder dat stokje door. Stokje voorlangs. Omslag. Achterlangs. Duw hem weg naar achteren. Draadje halen. En je maakt een stokje achterlangs. En dan krijg je dus die mooie boordsteek. Voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs. Dit ga je herhalen. En dan maak je weer precies hetzelfde, dat je de toer gaat sluiten van voor naar achter. Ik ga het zometeen nog laten zien. Dus ga dit herhalen tot je bij het einde van de toer bent en dan zie ik je weer even terug. Tot zo! En we zijn weer bij het einde aangekomen. Je ziet dat ik hier nog één stokje voorlangs moet maken. Als je net als mij 80 steken op hebt gezet, eindig je ook weer met een reliëfstokje voor. Je ziet hier twee lossen en je kan zelf kijken of je aan deze kant de steek de vast, halve vaste wil maar vastmaken. Of, en dat doe ik, is achterlangs de steek oppakken. Draadje halen. Oh, steek maar een keer er even aan de kant. Draadje halen, onder dat steekje door en onder het steekje van je haaknaald door. Twee lossen omhoog. Steekmarkeerder haal ik weer even los. Het is echt handig om die steekmarkeerder steeds op die twee lossen te zetten, zodat je weet waar je eindigt. En dat je daar met een halve vaste je toer gaat sluiten. En je gaat weer gewoon verder beginnen, wat we net ook gedaan hebben. Beginnen met een reliëfstokje voor. En dan herhalen, reliëfstokje achter, reliëfstokje voor
etcetera, etcetera. Dit ga je volhouden, deze toer. Dus je boordsteek maken, sluiten met een halve vaste en weer verder gaan. Twee lossen omhoog. En dit ga je doen voor 18 centimeter. En dan ziet hij er zo uit. En na die 18 centimeter ga ik jullie weer meenemen naar de wafel, het opzetten van de wafelsteek. Dus dit is de boord die we gaan maken. 18 centimeter haken. Ik heb mijn centimeter niet meegenomen, maar dit is 18 centimeter. Dus zorg dat je zelf gaat meten. Ik weet niet precies hoeveel toeren het zijn, want ik ben gewoon van de centimeters uitgegaan. Dus 18 centimeter haken. En ik zal nog even neerzetten, want dat heb ik nog niet vermeld in het filmpje, hoe breed het is. Dus deze ga je opmeten. En die moet zijn breed ongeveer. En dat ga ik hier plaatsen. Dat is de breedte die ik heb met 80 steken van de wafelsteek. Voor de boordsteek is het belangrijk dat je per 2 opzet. Maar voor de wafelsteek is het belangrijk dat je met een vermenigvuldiging van 3 plus 2 opzet. Dus let daarop met je boordsteek. Je kan altijd vermeerderen na de boordsteek. Maar ik heb hem zo opgezet dat ik 78 had. Dus keer 3. Ik dacht 26 keer 3 is 78 steken plus 2. En die plus 2 is, dat ga ik straks weer uitleggen, voor de wafelsteek belangrijk. Dus ik had in totaal 80. Dus zorg dat je een vermenigvuldiging hebt van 3 plus 2. Nou, heel veel succes. Ik zie je terug als je 18 centimeter gehaakt hebt. En dan gaan we naar de wafelsteek toer 1. Tot zo!